kalau mahuni bumo om. Om dit over Asinga. En badminton spelen in Trinidad. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Ze zijn ouder dan 300 jaar en als ze konden praten, zouden ze ons heel veel kunnen vertellen over wat er allemaal in de binnenstad van Paramaribo is gebeurd. We hebben het vandaag over die grote mahoniebomen die we in verschillende straten van de stad zien. Want het gaat niet zo goed met ze. Bijvoorbeeld in de Nassilaan, daar kun je op verschillende plekken die bomen nog zien staan. Er staat één precies vlak naast het huis waar Rudy van Kanten is opgegroeid. Tot mijn 15e jaar heb ik in de Nassilaan gewoond. Trouwens, een laan is als je aan beide kanten boombeplanting hebt. En in de Nassilaan zijn het mahoniebomen. Het is meneer Van Kanten, die trouwens ook de directeur van Tropenbos is, ook opgevallen dat het niet zo goed gaat met de mahoniebomen in de binnenstad. Als je kijkt over de jaren heen, zie je dat sommige zijn dan omgevallen. Maar ze zien er ook slechter uit qua onderhoud. Maar waarom? Hoe kan het dat bomen die honderden jaren hebben gestaan, nu opeens zo vaak omvallen? Vroeger, lang geleden, waren de straten van zand. En het was ook niet betegeld om de boom heen. Dus de wortels konden vrijer ademen. Dat is één. Geen nood als er is geasfalteerd. En idealiter zou je wat meer tegels kunnen weghalen om de bomen heen. Maar wat belangrijk is, is het onderhoud van de bomen. Dat onderhoud gebeurt ook, liet DC Bolla weten. Dus Openbaar Groen houdt zich bezig met de bomen, de planten. Zij huren expertise in als ze dat niet hebben. Een check-up doen van de bomen, inderdaad, staan ze nog goed in de grond. Zijn die wortels nog goed, vindt er geen rotting plaats van binnenuit. En dat gebeurt. De werkzaamheden zijn snoeien en het weghalen van planten die nu in bomen groeien, maar er niet thuis horen. Zoals voor Rudotti en boomananas. Die houden veel vocht vast, dat weer voor een rottende boom zorgt. En ze zijn parasieten, wat betekent dat zij als het ware ook de boom opeten. Maar meneer Van Kanten zegt dat er ook in de boom gekeken moet worden. Er zijn ook manieren om te kijken of een boom nog gezond is. Dat is hetzelfde met als je een foto bijvoorbeeld van je voet maakt als je voet gebroken is. Zo kan je ook door de boom met apparatuur kijken of het rot van binnen is. Is het rot, dan moet het worden verwijderd. Maar vaak is het nog goed. Gebeurt dat onderhoud niet, dan vallen ze om. Deze boom is behoorlijk rot van binnen. Ik kan me niet herinneren hoe hij eruit zag toen hij nog stond. Maar dit is duidelijk een zieke boom. Dus als je met die apparatuur zou checken wat de status was, de gezondheidsstatus, dan zou deze waarschijnlijk ook weggaan. Zoals in de Herenstraat, waar in de laatste 12 maanden 2 keer een boom is omgevallen. Vaak gebeurt het als het regent en als het hard waait. Als het regent is, omdat de ontwatering ook niet helemaal optimaal is, wordt het een beetje drassig. En als je dan nog een windstoot hebt en een zwakke boom, dan kan dit gebeuren. Gelukkig is het zo dat, ik weet niet hoe het komt, maar vaak raakt de boom niemand, hè. Maar we begrijpen wel dat het vroeg of laat verkeerd kan lopen. En dat is eigenlijk het gevaar. Daarom is het belangrijk om de bomen goed te onderhouden. De bomen die hol zijn van binnen, zijn niet meer te redden. Samen met slecht onderhoud zal dat ervoor zorgen dat de bomen uit de stad zullen verdwijnen. Nee, dat hoeft niet het einde te zijn. Er zijn manieren om, zoals we hier naast ons zien, dat ze zijn hergeplant. En ik moet wel zeggen dat ze wat langzaam groeien, maar op zich is het wel mogelijk dat je herplant. Dus je onderhoudt de bomen en waar nodig, als je één of meerdere moest weghalen, dan kan je herbeplanten, zodat de laan blijft bestaan. Branden in Hawaii en update over Asinga. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Isam Asinga, die de snelste tijden behaalde op de Zuid-Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Sao Paulo en zelfs het record op de 100 meter verbrak, werd afgelopen week geschorst vanwege de aanwezigheid van een verboden stof. Mocht de B-sample ook positief zijn, dan gaat de voorlopige schorsing in voor een langere schorsing. En dat kan oplopen tot 4 jaar. Er werden 2 samples genomen, namelijk een A- en een B-sample. In de urinesample A werden er sporen van een verboden middel gevonden, waardoor hij voorlopig geschorst werd in afwachting van de B-sample.
Gisteren is bekendgemaakt dat de B-sample positief is en dit zal gevolgen hebben voor Isang. Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen door de natuurbranden. Hulpverleners denken dat dit aantal hoger wordt, want er worden nog meer dan 1000 mensen vermist. Met speurhonden wordt naar hen gezocht. Nu de brand onder controle is, zijn ze begonnen met het zoeken naar slachtoffers. De stad wordt doorgezocht en in een van de grote straten, Front Street, worden gebouwen en huizen gemarkeerd met een fel oranje X, om aan te geven dat ze gecontroleerd zijn. Als ze slachtoffers vinden, geven ze dat ook aan. De afgelopen jaren is het aantal bosbranden op Hawaii 4 keer hoger dan normaal. Dat komt door hogere temperaturen, maar ook door nieuwe planten die daar groeien en makkelijker branden. Daarom kunnen de natuurbranden zich sneller verspreiden. De teams die op zoek gaan naar slachtoffers zijn nog maar net begonnen. Ook is het identificeren van de dodelijke slachtoffers moeilijk. Het vuur was enorm en zo heet dat zelfs metaal is gesmolten. Ook de schade wordt steeds meer zichtbaar. Van de stad Lahaina, waar zo'n 12.000 mensen woonden, is er bijna niets meer over. Duizenden mensen zijn hun huis kwijt. Veel mensen die nu dakloos zijn, worden voorlopig opgevangen in hotels. Gisteren zijn onze jeugdige spelers vertrokken naar Trinidad en Tobago om te participeren in de badmintonkampioenschappen van de Carabaco Games. Morgen beginnen de wedstrijden officieel. Voordat ze zijn vertrokken waren wij gisteren op bezoek bij Ciara en Jisriel. Ciara en Jisriel zijn twee van de jongste spelers die meedoen aan de Carabaco Games. Dit jaar zijn ze geselecteerd om mee te doen aan het internationaal badminton toernooi van de Caribbean Regional Badminton Confederation. Omdat ze het heel goed hebben gedaan in Suriname. Ik was gewoon echt heel blij. Ik kon een gat springen in de lucht en ja, ik was gewoon echt super surprised. Het komt over als een nieuw avontuur. Ik doe mijn best om wat te behalen. Zondag hadden we die conditietraining en 2 dagen hadden we centrale training. Ik vond het leuk en ik was ook moe. Een aantal waren best wel zwaar, maar het was niet te zwaar, dus het was nog te doen. Het toernooi is van 17 tot 22 augustus, dus ze blijven 7 dagen. Dino Kappel speelt al zelfs bijna 30 jaar badminton. Hij gaat nu mee als teammanager. Ja, reizen met sporters kost allemaal geld, maar door goede ondersteuning van de ouders, vanuit het bestuur en vanuit het SOC is het wel goed gaan lukken. Ik speel vanaf mijn 8e en ik ben nu 12. Ik hou van rennen, actief zijn. Het is een leuke sport. En ja, ik vind het gewoon leuk. Het is intensief. Het heeft me ook heel erg geholpen met mijn studie. Omdat als je zoveel huiswerk aan het maken bent en je gaat badminton, dan laat je alles gewoon op het veld. Je zweet je te pletter. En it's on you. Jij bent degene die daar moet staan. En jij moet ervoor zorgen als je een single speelt dat je wint. En als je een dubbel of een gemengd dubbel speelt, dat je met je partner de winst behaalt. Ciara en Jisriel kijken ernaar uit om mee te doen. Ze hebben weken getraind en gaan voor de hoofdprijs. Maar ze nemen toch iets extra mee voor geluk. Ja, mijn ondersteuning van mijn ouders. My trust in God. En hier zijn ze. Op het vliegveld en nieuwsgierig naar welk avontuur ze te wachten staat. Wij zullen jullie op de hoogte houden van hun ervaringen en prestaties tijdens deze periode. Alvast wensen wij de delegatie succes en heel veel speelplezier toe. Zo, dat was het voor vanavond. Slapen jullie lekker en tot de volgende keer. Doei doei!